Hoi jongens en famkes, hier ben ik weer. Ik heb bergen post gekregen van Ben die haar een ongerijst maatje voor het Sint-Pieterfeest. Zou het al je wel goed komen? Juster ga ik nog even bellen met Sint-Pieter en toen wie er nog geen nijs oer Zwarte Piet. Lid van nou nog maar eens even contact maatje om te zien of er nou wel wat je het had. Ah, Sint-Pieter, hoe gaat het nou met jou? Ja, goeie Sintje. Ik begin me nou wel zorgen te maken, Sietske, want ik ben al heel oude bij naar Grauta. Maar ik heb nu weer een kaartje gekregen voor Zwarte Piet. En deze keer uit Australië, wij. Australië? Dat is wel een heel oude voet. Ik zal de band even zien laten waar dat luidt. Hier luidt Australië. Dat is gauw zo'n 15.000 kilometer van Grau. Oh, Sint-Pieter, hoe maakt dit nou? Ik word oespie op mijn brieven van Ben niet haar en afvragen als Sint-Pieter wel komt als Zwarte Pieter net is. En hoe moeten de pakjes dan op tijd bij de Ben gebracht worden? Had je daar al een nooit dacht? Nou, mensjes, wat er gebeurt, Sint-Pieter komt vanzelfs wel naar Grauta. En hoop je dat Zwarte Pieter net verliert? Want oors weet ik even net hoe het komt met de cadeautjes. Maar daar vinden we wel wat op. Dank u wel, Sint-Pieter. Laten we maar afsluiten. We zorgen voor zelfs als Zwarte Piet op tijd op ons kwam verschijnt. Ik wens jou een hele goede reis en we wachten op jou bij de kade. Ontzien! Ontzien, mensjes. Ik zie je op de kade.